Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nederweert presenteert de begroting voor 2023. Hierin staan de plannen beschreven die het college komend jaar wil oppakken en de financiële middelen die nodig zijn om de plannen te realiseren. In de serie van 4 is in deze begroting in enkele minuten wethouder Dieter aan het woord over positieve gezondheid, de realisatie van een toekomstbestendige multifunctionele accommodatie in de kern Nederweert en het K80-platform van kleine krachtige gemeenten. De komende jaren ga ik aan de slag met een meerjarig programma rondom positieve gezondheid. Dat is gericht op het bevorderen van de gezondheid van alle inwoners in Nederweert. Dat doen we door de veerkracht van inwoners te stimuleren en ook die van wijken en buurten. Zo zetten we de komende jaren extra in op preventie voor jeugd en jongeren, maar ook op de aanpak van laaggeletterdheid. En we weten dat dat met name speelt bij onze oudere inwoners. We zetten extra in op sport en bewegen, omdat we weten dat dat bijdraagt aan een gezonde fysieke leefstijl. Maar ook cultuur krijgt volop de aandacht, omdat dat bijdraagt aan het mentaal welbevinden van mensen. 2023 wordt ook het jaar voor de Pinnenhof. Het Pinnenhof wordt een duurzaam thuis voor onze verenigingen en een mooie ontmoetingsplek voor inwoners. En we blijven natuurlijk volop actief in de K80. Dat is het landelijke netwerk van kleine en krachtige gemeenten. En daar zitten wij voorin in de kopgroep. Nederweert is zo'n kleine en krachtige gemeente. En samen blijven we de schouders eronder zetten, zodat iedereen meetelt en mee kan doen. De volledige begroting vindt u op de website van de gemeente Nederweert.